Nu is de helft van mijn gezicht verlamd. Wat is er nu precies gebeurd? Dus zondag stond ik op, ik had een ontbijtje en ik dacht van, ja, dat smaakt vrij flat. Is er iets over tijd of zo? Ik weet niet. Toen ging ik mijn tanden poetsen, lekte er water uit mijn mond en ik dacht alweer van, wat is dit? En nog altijd niet helemaal beseft dat er echt iets mis was met mijn gezicht. Totdat er volk aankomt bij mij thuis en ik hallo wil zeggen en ik besef van, mijn gezicht gaat nu toch echt stevig. Wat voor een rare blik heb ik naar die mensen. Dus ik loop naar de spiegel, ik kijk en dan zie ik dit. Deze kant van mijn gezicht functioneert amper nog. Oké, er is nog een heel klein beetje mimiek. Ik kan nog een klein beetje mijn oog sluiten. Maar voor de rest doet het niet veel meer. Ik probeer echt, maar het doet niks meer. Gelukkig ben ik geneeskundestudent en had ik ongeveer door wat er aan de hand was. Ik was niet echt in paniek. Ik wist van, dit is waarschijnlijk een Bell's palsy. Een Bell's palsy is een plotselinge verlamming van de spieren van het aangezicht door een ontsteking slash uitval van de nervus facialis, oftewel de zevende craniale zenuw, de gezichtszenuw. Deze zenuw stuurt de spieren aan die instaan voor de gezichtsmimiek, gezichtsuitdrukkingen, zoals glimlachen, knipperen en fronsen. Ter hoogte van mijn gezicht is het een zuiver motorisch probleem. Dat betekent dat ik voor de rest wel nog volledig gevoel heb in mijn gezicht. Ik kan het gewoon niet bewegen. In mijn tong is het een zuiver sensorisch probleem. Ik heb geen smaak meer in het voorste 2/3 aan de rechterzijde van mijn tong. En dat zorgt er dus voor dat alles wat ik eet een beetje vreemd of flat smaakt. De onderliggende oorzaak voor Bell's palsy is niet volledig gekend. In de literatuur zijn er meerdere risicofactoren besproken, zoals bijvoorbeeld zwangerschap, diabetes mellitus, virale infecties en ook koude lucht en veranderingen in luchtdruk. Heel veel mensen die ik sinds de diagnose heb gesproken, hebben me gevraagd of ik in de wind heb gestaan of koude lucht op mijn gezicht heb gehad. En ik ben effectief dus naar zee geweest, waar het heel hard gewaaid heeft. Het heeft eigenlijk gestormd. Dus ja, ik heb echt een blootstelling gehad aan wind. In de literatuur vond ik hier op het eerst zicht niet heel veel van terug. Wel twee studies die weerfenomenen en luchtdruk hebben onderzocht. En ja, mogelijk is er dus wel een verband. Om toch ernstigere zaken uit te sluiten, ging ik naar de spoed. En daar werd dan de diagnose van Bell's palsy bevestigd. Bij het optreden van een gezichtsverlamming moet je natuurlijk enkele belangrijke oorzaken uitsluiten. Bijvoorbeeld een beroerte, CVA of hersentumor. Dat zijn allemaal centrale aandoeningen in de hersenen. En dat kan je vrij gemakkelijk uitsluiten, omdat ja, in mijn geval is dus mijn gehele gezicht aangetast aan deze zijde. Dat betekent dus dat ik ook niet meer kan fronsen aan de bovenkant. Bij een aantasting van de rechterzijde van het gezicht verlaagt je een probleem in de linkerzijde van de hersenen. Hoe kan ik nu uitsluiten dat er geen probleem is in de hersenen? De hersenvezels kruisen naar beide kanten om het bovenste gedeelte van het gezicht te besturen. Dat betekent dus dat wanneer er een probleem is met de linkerzijde van de hersenen, de bovenkant van mijn gezicht nog opgevangen zou kunnen worden door de rechterzijde van de hersenen. Dat is in mij niet het geval, want zoals je kan zien kan ik aan deze zijde niet meer fronsen. Dat is dus heel verdacht voor een perifeer letsel, echt een probleem van de nervus facialis perifeer. En dus geen centraal letsel in de hersenen. Andere zaken die we willen uitsluiten zijn Lyme en het Ramsay-Hunt-syndroom. Je doet het op basis van de serologie. Je kijkt of er antilichamen in het bloed aanwezig zijn tegen Borrelia burgdorferi in het geval van Lyme of tegen Varicella zoster in het geval van het Ramsay-Hunt-syndroom. Bij deze laatste verwacht je ook een soort zona en pijnlijke blaasjes ter hoogte van het oor. De behandeling bestaat uit een cortisonekuur, oftewel methylprednisolone medrol, 48 mg, gedurende 10 dagen. Deze behandeling dient zo snel mogelijk opgestart te worden. Daarnaast is het ook aanbevolen om de ogen te bevochtigen met oogdruppels en 's nachts een zalf aan te brengen, zodat het oog niet uitdroogt met mogelijke oogcomplicaties tot gevolg. Een Bell's palsy is tijdelijk, maar het kan wel enkele weken aanslepen. Ik denk ongeveer 80-90% zal genezen binnen de 6 maanden, als ik de literatuur correct herinner. Toch een 10% zal blijvende restletsels hebben met onwillekeurige spiersamentrekkingen en problemen met het sluiten van het oog. Dus laten we hopen dat ik hier volledig van afraak, want het is niet zo fijn. Sta je dus plots op met een verlamd gezicht, panikeer dan niet meteen. Ga snel medische hulp zoeken zodat de behandeling op tijd gestart kan worden en om ernstige zaken zoals een beroerte uit te sluiten. Abonneer en like voor meer video's over geneeskunde, mijn leven als geneeskundestudent. Heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Dag!